De verwachting is dat in 2025 rond de 600 miljoen ton plastic per jaar wordt geproduceerd. Een leven zonder plastic is bijna niet meer voor te stellen. Daarom gaan we langs bij een expert op het gebied van plastic verpakkingen. Als thermovormbedrijf maken wij blisterverpakkingen. Iedere klant wenst uiteraard dat zijn producten perfect in staat toekomt. En dat in een aantrekkelijke verpakking. Blisters op maat beschermen het product en stimuleren de verkoop. Iedere producent wenst natuurlijk op de best mogelijke manier zijn producten te verpakken. En we zien toch steeds meer en meer een trend naar personalisatie. Onze klanten weten dat tegen een lage kosten toch mogelijk is om hun product te personaliseren. En op deze manier lanceren wij elke 2 dagen een nieuwe verpakking. Klanten komen tot bij ons voor een op maat gemaakte verpakking. We starten altijd eerst met een design, waarna we samen een materiaalkeuze maken. Daarna volgt de matrijs. Dit vergt uiteraard een investering van onze klant, maar door onze keuze van ons machinepark en onze eigen technologie kunnen we dit toch aanbieden tegen een beperkte kost. Plastic verpakkingen hebben een aantal belangrijke voordelen. Ze zijn licht, stevig, hygiënisch en volledig te recycleren. Onze blisters imiteren ook perfect de vorm van het product, zodat bijvoorbeeld een pralintje niet zal verschuiven tijdens het transport. En een transparante blister laat de consument ook toe om te zien wat hij koopt. Dus wij zetten sterk in op plasticreductie en recyclage. Om het verbruik van plastic te verminderen, gebruiken wij in productie de dunst mogelijke folies. En daarbij maken wij vaak gebruik van plastic die tot 100% uit recyclaat bestaat. Als PRC gecertificeerd bedrijf leveren wij aan de voedingssector. Denk bijvoorbeeld aan pralines, chocolade, koekjes, patisserie, verse voeding enzovoort. Daarnaast ook meer en meer aan de non-food, sectoren zoals automotive, cosmetica, speelgoed enzovoort. Wij leveren zowel aan grote beursgenoteerde bedrijven als aan de kleinere ambachtelijke onderneming verspreid over heel Europa.